De vliegbasis Leeuwarden gaat 250 man personeel leveren voor de missie naar Irak. Dat heeft burgemeester Kroonen laten weten. Ook gaan er 8 F-16's deelnemen aan de strijd tegen ISIS, waarvan de meeste van de vliegbasis in Leeuwarden komen. De F-16's zullen niet worden ingezet in Syrië. Van de 8 straaljagers worden er 6 effectief benut en gaan er 2 mee als reserve. Op de vliegbasis Leeuwarden werd gisteren het 55-jarig jubileum van de Search and Rescue eenheid gevierd. Tegelijkertijd was de vliegbasis ook het toneel van de internationale SAR-meeting, waarbij helikoptercrews uit verschillende landen een oefenparcours afleggen met een emmer water aan de kabel van de helikopter. Slalom was het lastigste. Ik weet niet of je dat hebben gezien, maar de kabel met de emmer die moest op en neer bewegen. En dat is toch puur timing en het besturen van de helikopter en dat is erg lastig. Zeker ook met de veranderende wind die we vandaag hadden, hadden we daar wat moeite mee. Vandaar dat we hem nog een keer hadden gedaan, omdat we ruim in de tijd zaten. Het vliegen in de SAR-eenheid is voor tweede vlieger Johnny iets heel bijzonders. Hij geniet elke dag van zijn baan. Het speciale is toch al deze eenheid en het werk wat je mag doen. Dat is zo ontzettend dankbaar en geen dag is hetzelfde. Je kan zomaar de hele dag achter je computer zitten en allerlei bureau dingen moeten doen. En dan op het ene moment moet je alles uit je handen laten vallen omdat er een schip zinkt of iemand ziek is op de Waddeneilanden en die we dan vervolgens gaan halen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. En dat maakt het heel leuk. Met name het werken met het team mensen hier zelf ook. Op de basis zijn ook enkele eilandbewoners aanwezig en voor hen is het een dag met een lach en een traan. Want onlangs besloot Defensie om vanaf 2015 geen patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden meer te laten uitvoeren door de SAR-eenheid. Maar Johnny is vooral bezig met de wedstrijd en hij ziet in de Vlamingen een geduchte concurrent. Ik denk persoonlijk dat dat de Belgische luchtmacht zal zijn. Onze collega's uit de Kokzijde die trainen ontzettend veel, die zijn ook heel professioneel. Dus met name uit die hoek verwacht ik een boel concurrentie. En die verwachte concurrentie was terecht. Want de Vlamingen wonnen de wedstrijd. En zo kunnen onze zuiderburen tevreden huiswaarts keren. Sportclub Cambuur heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Nederlandse bekertoernooi. De club won gisteravond met 4-0 van FC Den Bosch. De eerste helft speelde Cambuur vrij rustig en creëerde de ploeg weinig kansen. In de tweede helft veranderde dat. Mart Dijkstra opende die met een doelpunt, waarna er nog 3 volgden van Sebastian Stebleczki, wederom Mart Dijkstra en Martijn Barto. Zondag speelt Cambuur weer een eredivisiewedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior. Als het aan Jacques Tichelaar ligt, de commissaris van de Koningin in Drenthe, gaat het personeel van de rechtbanken in Assen en Leeuwarden niet verhuizen naar Groningen. Dat heeft Tichelaar laten weten aan Provinciale Staten. Tichelaar is kwaad dat afspraken over het behoud van banen bij justitie in het noorden niet worden nagekomen. Eerder liet burgemeester Kroonen zich al uit over de kwestie. Ook hij weigert mee te gaan in de plannen van het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland.